hij is absoluut zichzelf. Ja. Hij gaat zijn eigen weg met alle critici. Hij weet waar hij heen wil, hij weet wat hij moet doen. En dat zet hij om. En daar hoort ook dit filmpje bij, daar hoort zijn Instagram, daar hoort ook zijn rap bij, daar hoort zijn kledingstijl bij, daar hoort ook de kettingen die hij draagt. Maar hoe hij presteert, omdat hij zichzelf is, dan moeten we allemaal gewoon onze mond houden. Dan moeten we gewoon zeggen, respect. En het mooie is namelijk, zodra hij niet presteert, krijgt hij toch weer over zich heen. Ja. Dus hij weet wat hij moet doen. Hij weet welk risico hij neemt. En toch blijft hij zelf... Ja, ik heb daar onwijs veel respect voor. En ik hoop voor die blessure. Ik hoop dat hij... Want ik kreeg ook die vraag, is hij absoluut de top? Dan hebben we het over de absolute topclubs in de wereld. En ik hoop dat ik over 3 jaar zeg van... ja, hij speelt daar terecht. Dat hoop ik echt bij de absolute top. Wat Martijn terecht zegt, voor zijn blessure. Zat hij er toen tegenaan, tegen de absolute top? Nou, hij zat in ieder geval er tegenaan dat hij een transfer kan maken. Of dat hij op de shortlist van die clubs komt. Maar wat denk je als hij daar komt bij die clubs? Heeft hij die potentie om het daar ook goed te doen? Ja, hij is niet meer hetzelfde als nog toen in het begin bij Man United. Hij is zo bezig ook met zijn eigen mentaliteit en zijn eigen karakter en zijn eigen... integriteit, dat hij daar in mij nog een hele andere persoonlijkheid is als hij nu komt. En ja, ik gun het hem qua voetbal wat hij heeft laten zien en die weg die hij kiest, gun ik het hem van harte dat hij het nog een keer aanmaakt. En ik denk dat hij veel gretiger zal zijn zo meteen ook, omdat hij nu natuurlijk een aantal maanden eruit is. Tuurlijk. Ja, dan ga je altijd zien dat als je lange tijd uit bent geweest, ja, dan doe je niks lief en wil je zo graag... Ja, ik hoop een beetje wat Van Basten toen had met EK 88. Ja. Dat hij lange tijd eruit was en eigenlijk op tijd hersteld voor het EK. En dan je lichaam dat is uitgerust verder, omdat je natuurlijk geen zwaar seizoen hebt gehad. Nee. Ja, en dat hij dan extra kan gaan vlammen. Alleen ook hier het enige, hetzelfde als bij Daly, alsjeblieft. Want hij wil ook kosten wat kost laten zien, ik red het. Als er twijfel is met zijn gezondheid, want hij kan nog het jaar erop een mooie transfer maken. Hij heeft nog een eigen carrière. En ik weet dat hij het ook voor Nederland wil doen en ook voor zichzelf voor het EK. Maar dat ook daar iemand is die naast hem staat en zegt... Daar heb je twijfels over? Of daar ook... Nee, helemaal niet. Nee. Zijn dokter is het niet, denk ik. Nee, die is zo overtuigd. Ik hoop alleen dat hij er is. Nee, helemaal geen twijfels. Nee, maar ik bedoel het is natuurlijk vervelend. Het is iemand die... Nou, hij heeft een bepaald doel voor ogen. Jij werkt ook met absolute topspelers. Nou, als die eenmaal iets in hun hoofd hebben... Ja, dan moet je wel zo sterk in die omgeving kunnen zijn om te zeggen... Ja, maar ik snap wat je bedoelt. Maar voor de lange termijn, voor je carrière, is dit niet het beste. Nou, dat bedoel ik meer. Zijn er die mensen? Ja, maar dat verwacht ik wel. Want ook in zijn hele marketing en ook in alles hoe hij nu is... Ja. Moet je iemand achter je hebben, moet je mensen naast je hebben... die de weg met jou samen gaan. Dat kan je niet alleen. Nee. Anders voel je eenzaam. En ik verwacht wel dat hij dat heeft. En daarom zeg ik, vooral bij topsporters... vooral de mentaliteit van topsporters, want die heeft hij. Dat laat hij zien, ook in die kleine filmpjes, wat leuk is. En het mooie is, je weet ook bij hem dat hij niet daarnaast andere domme dingen doet. Hij is nog steeds bezig met zijn lichaam, met zijn voeding, met zijn sport. Dat er wel iemand is die af en toe tegen hem zegt... Oké, we weten, je wilt het halen, maar even nu weer met alle specialisten samen zitten. Oké, hoe ver zijn we? En dat echt met elkaar bespreken. En dan aan het einde het verhaal van zeggen van ja, wij kunnen het of we kunnen niet. En ja, Ronald Koeman zal het ook willen weten, hoe zit het? Ja. Want ja, wij zijn op dit moment... Heeft hij geen Instagram, denk je? We hebben op dit moment natuurlijk een centrale verdediger die bij de wereldtop hoort. Nou, en we hebben een spits die richting de wereldtop aangaat. Nou ja, die hebben we wel nodig.